Naast mij staat Teres de Villeneuve, docent bij de UvA. Onder andere op het vakgebied compliance. En kun je aangeven wat compliance, hoe belangrijk dat is voor een gezonde bedrijfscultuur? Ja, ik ben sinds kort docent bij de UvA en in het vak wat ik 20 jaar heb uitgeoefend, compliance. En wat mijn beeld is van compliance is dat heel veel verschillende stakeholders in het bedrijf een verschillend beeld hebben wat een compliance officer nou precies doet. En wat ik bij de UvA hoop te bewerkstelligen is dat er een academische opleiding voor compliance officer komt. Waardoor er meer eenduidig beeld komt van wat een compliance officer doet. En dat maakt de compliance officer effectiever. Dankjewel. Je hebt ook bij verschillende bedrijven gewerkt, heb ik van je begrepen. En heel veel verschillende culturen gezien. Kun jij aangeven zeg maar, welke cultuur bijdraagt aan nou ja, het goede doen zeg maar, in de onderneming? Een goede vraag. Ik heb inderdaad bij veel verschillende financiële ondernemingen in de financiële wereld gewerkt. En wat ik zie is dat er al die ondernemingen hebben hun sterke en punt wat tegelijk ook een zwakke punt is. Om een voorbeeld te noemen, Robeco, dat is heel erg gedreven door professionaliteit. Die zijn heel erg op vakkundigheid geselecteerd, die mensen die daar werken. Wat daar een zwak punt is, dat heeft te maken met de professionaliteit, is dat de mensen vinden zichzelf ook professioneel. En dat, dat zorgt ervoor dat ze minder samenwerken dan goed voor ze is. Ja. Het ander voorbeeld is Aegon, waar ik net met pensioen ben gegaan. Dat is een onderneming waar heel veel ondernemerschap in zit. Dat is ook een heel goed ding. Alleen als je ondernemerschap te weinig reguleert en te veel ideeën hun eigen weg laat gaan, dan kan je een onderneming krijgen die niet in controle is. En de afgelopen jaren is Aegon er heel hard mee bezig geweest om dat te proberen op te lossen. Want ze hebben dat wel ingezien. Leuke voorbeelden, dankjewel. Laatste vraag. Je komt van Aegon vandaan. Van de week heb ik gelezen dat de Aegon topbestuurder commissaris is geworden bij ASR. Bedrijf dat Aegon heeft overgenomen. Met bijzondere vetorechten. Wat vind je daarvan? Ik las dat ook. Ik weet uiteraard niet alles daarvan. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat er één commissaris is in een raad van commissarissen. Die meer rechten heeft dan de andere commissarissen. Waar normaal gesproken een raad van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk is voor hun toezicht. Als er één een extra bevoegdheid heeft die de anderen niet hebben. Dan komt dat gezamenlijke verantwoordelijkheid komt dan op de tocht te staan. En kan ook de samenwerking tussen de commissarissen onderling beïnvloeden. Dus ik vind dat een bijzondere ontwikkeling. Het is een uitdaging voor het commissariaat. Ja. Dankjewel. Ik denk het wel, ja.